Nou, wat jullie horen is de Mardini-toren. En die slaat, want het laatste uur voor Robespierre heeft geslagen. Wie was die Robespierre ook weer? Was de leider van die radicalen. Hè? En die is om het leven gekomen met zo'n guillotine, zo'n onthoofdingsmachine. Nadat hij allemaal mensen zelf onder die guillotine had gegooid. Nou, daarover wil ik zelf wat vragen gaan stellen. En dan gaan we vandaag de rest van de Franse Revolutie in één keer doen. En daar lopen we gelijk mooi bij. En ik ga dat doen op een manier wat sneller is dan in de les. Want dan moet ik allemaal wachten op antwoorden. Ik ga wel soms vragen stellen. Moet je die video stopzetten? En dan zeg ik tjoep! Dus dan zet je op de video stil en dan ga je die vraag voor jezelf beantwoorden. Dan leer je heel goed, goede voorbereiding voor de toets. En wij gaan, en wat wij gaan behandelen vandaag, dat hoort bij hoofdstuk 2.5. Het gaat over de derde en de vierde fase van de Franse Revolutie. Nou, hier zijn de vragen die bij de eerste en tweede fase van de Franse Revolutie hoort. En die wil ik graag in de les van 25 mei behandelen met jullie. Is dus huiswerk. Tjoep! En dan gaan we nu bezig met die derde fase. We hebben die radicalen gehad. Die arme burgertjes die de macht grijpen. Die zorgen dat iedereen die tegen hen in is, vermoord wordt. Of bang is vermoord te worden. Maar daar zijn ze nu zat van de Franse Revolutie. Ze willen weer rust hebben. Nou, en eigenlijk zullen we zien dat de derde fase heel gelijk op de eerste fase. Namelijk de rijke burgers zijn weer aan de macht. En dat is in de vorm van de directoire. Wat dat is, ga ik nu uitleggen. Nou, die radicalen zijn nu vermoord. En nu mogen de rustige boys weer aan de macht in Frankrijk. Ze willen nog steeds de revolutie volhouden. Maar nu hebben ze geen koning meer. En nu hebben ze ook geen zin meer aan die radicalen. Nu moeten die rijke burgers het opnieuw proberen. En wat deden de rijke burgers de vorige keer dat zij de macht kregen? In de eerste fase van de Franse Revolutie. Denk er eens even over na. Tjoep! Ja, dat klopt heel goed. Ze hadden allemaal de gelijke rechten voor iedereen. Maar ze hadden ook drie machten. Weer, de scheiding der machten bedoel ik. De macht wordt in drie stukjes opgehakt en één deel van die macht gaat naar de koning. En ze hadden een census kiesrecht, of tenminste een kiesrecht voor alleen de rijksten. Nou, de directoire gaat nu een nieuw systeem bouwen, een nieuwe grondwet. Een grondwet dat is de basis waarop de politiek wordt bepaald. En is dat grondwet staat erin, er moet een koning komen, of staat erin, er moet een democratie komen, of staan. Of hoe wordt er geregeld? Nou, dat wordt op een hele bijzondere manier geregeld in deze nieuwe grondwet. Namelijk, wat gaat er gebeuren? Het idee van de macht opdelen in drie stukjes, dat moet veranderen. Want er is geen koning meer. Ja, er is wel een koning, maar die is nu een lijk onder de grond. En het hoofd, dat zit er niet eens op dat lijk. Want die koning was onthoofd. Dus nu moet er een nieuwe soort koning zijn. En ze doen dat niet met één leider, maar vijf. Vijf directeuren. En die vergaderen met elkaar als een soort de koning, als het ware. Maar ze werken samen. En ze worden ook gewoon democratisch gekozen. Nou, dat is een hele bijzondere manier om het land te leiden. Een soort vijfkoppige leider van het land. De directeurtjes. Nou. Deze mensen werden ook weer alleen gekozen door de rijke burgerij. Dus we zijn weer een klein beetje bij af in de Franse Revolutie. En deze periode was geen succes. Waarom was het geen succes? Vanwege onrust. Ik ga zo uitleggen drie redenen waarom er onrust was. En tenslotte was er nog iemand die veel populairder was dan deze vijf directeurtjes. Namelijk een zekere man genaamd Napoleon. En daar ga ik het later ook uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we kijken waarom was er onrust. Nou, ten eerste, de oogsten waren mislukt. Mensen waren hongerig en daarom waren ze ontevreden. Duidelijk toch? Ten tweede, oorlog. Die oorlog was niet nieuw, die was er al. Die was al begonnen in 1792, zoals je misschien wel weet. En die was nog erger geworden toen ze die koning hadden vermoord. En die oorlog is nog steeds. En elk moment kan het misgaan. Hè? Elk moment kunnen ze een veldslag verliezen tegen een vijand. En dan wordt Frankrijk
veroverd door het buitenland. En dan worden alle mensen van de Franse Revolutie gestraft. En dan komt er weer een of andere koning ergens vandaan. Niet de Franse koning, maar een of andere nieuwe koning of zo. En dan worden alle mensen die voor die revolutie waren, die worden dan, ja, dat weten ze niet, maar er gebeurt geen goede dingen mee. Nou, daar word je onrustig van. En tenslotte, nummer 3, er was een opstand. Van wie dit keer? Dit keer was niet een opstand van de arme burgerij, maar juist helemaal van de hoge adel. De adel die had jarenlang enorm de pest in die Franse revolutie. En nu hadden ze geld ingezameld om wapens te kopen en zijn soldaten in te huren. En zij gingen naar Parijs om de macht terug te grijpen. Maar dat mislukte. Waar mislukte dat? Ze werden in Parijs gigantisch in de pan gehakt. Door wie? Door de generaal van het leger van de Franse Revolutie. Het was een mannetje, Napoleon. En Napoleon, die kon heel goed met kanonnen omgaan. En wat hij deed, is in plaats van één kanonskogel in zo'n kanon te doen, waarmee je één persoon zijn kop eraf kan schieten, vulde hij die kanonnen met een soort ijzeren knikkers. Hou nou eens op. Brommers, dat hoort dus de hele dag, hè? Hij vulde dat met ijzeren knikkers en liet zo'n kanonnen afvuren. En al die grote menigte van die adel die in opstand was, die veranderde in een soort tomatensoep. Gadverdamme. Maar het werkte wel. Daarom werden de mensen heel blij dat die adel was verslagen. En mensen werden ook een beetje fan van Napoleon. Nou, en daar komen we bij het volgende punt. Die Napoleon, die komt in deze periode, maar bedoel ik, hij wordt heel populair. En het was dus zo net al bij het neerslaan van die opstand van die adel. En in 1797 wordt Napoleon wel heel populair. Wat gebeurt er namelijk? We hebben die kaart zo net gezien. Al die buurlanden zijn rood. Maar je ziet nu, ten eerste Nederland en België zijn veroverd. Niet door Napoleon, maar wat daar in Noord-Italië gebeurd is. Daar moet je kijken, want daar was Napoleon heen gestuurd. Hij was daarheen gestuurd om te zorgen dat Italië Frankrijk niet ging veroveren. Dus gewoon opdracht, hier heb je een klein legertje Napoleon, houd de schade daar in het zuiden een beetje beperkt. En dan gaan de grote generaals in het noorden wel vechten. Maar wat deed Napoleon? Niet alleen hield hij de schade beperkt daar, hij viel juist heel Italië binnen. Daarom zie je daar zo'n blauwe vlek. En Noord-Italië, trouwens niet heel Italië. En dat was al geweldig. En toen ging hij heel moedig met zijn legertje, ging hij juist het Hol van de Leeuw binnen. Oostenrijk, dat hele grote land daar, ging hij in en hij trok naar de hoofdstad Wenen van Oostenrijk. En hij versloeg daar voor Wenen nog het leger van de Oostenrijkers. En die zeiden dan, goed, we geven ons over, alsjeblieft verover ons niet, wij houden gewoon op met oorlog voeren. Nou, die overwinning was zo groot, zo onverwachts en zo onwaarschijnlijk, dat Napoleon, ja, die werd als een gigantische held gezien in Frankrijk. En hij liet zich ook altijd heel mooi afschilderen. Hij zorgde dat zijn populariteit altijd heel hoog werd, door bijvoorbeeld allemaal schilders met hem mee te nemen, die hele mooie plaatjes van hem maakten voor de mensen thuis, en brieven terug te sturen, die dan in de kranten kwamen, waar mensen heel erg nieuwsgierig naar. En hij werd zo'n beetje zo'n influencer, als het ware. Wat we misschien nu YouTubers hebben, die altijd bezig zijn met een imago, zoals Napoleon dat ook. Dus hij molk zijn populariteit heel erg uit. Maar, in tegenstelling tot die YouTubers van tegenwoordig, hij had ook echt talent. Ja, erop, na die fantastische overwinning daar in het zuiden van Europa, wordt Napoleon naar Egypte gestuurd. Nou, waarom zou de directoire, zijn bazen, dat nou hebben gedaan? Denk eens eventjes na. Tjoep! Dat is het voordeel daarvan. Voor de directeur. Nou, dat is natuurlijk zo. Die mensen zijn hartstikke bang dat Napoleon populairder wordt dan de directeur. En dat hij misschien zich gaat bemoeien met de macht. Nou, en daarom sturen ze hem naar heel ver land, Egypte, om daar een of andere missie uit te voeren. Nou, dat mislukt dan ook. De boten die vergaan, dus hij kan niet meer terug.
Dus hij blijft eigenlijk gedwongen daar een jaar op vakantie. Maar hij maakt fantastische avonturen mee. En hij gaat de piramides in. Hij ontdekt mummies. Hij laat de wetenschappers die mee zijn gegaan, laat hij die hiërogliefen, die teksten op die muren van die piramides ontcijferen en allemaal gigantisch interessante dingen. En die stuurt hij allemaal terug naar de mensen thuis. En de mensen zijn heel erg geboeid wat die Napoleon allemaal meemaakt daar. Maar in werkelijkheid was het eigenlijk ook een beetje een nare gedoe, want zijn paarden gingen dood van de hitte en dan moest hij maar op kamelen verder reizen en hij raakte verdwaald. Maar ja, daar schreef hij natuurlijk niet over. Uiteindelijk kwam hij wel weer terug in Frankrijk in 1799. En daar loopt hij gelijk door naar Parijs en hij grijpt de macht gelijk die directeur. Hij was een klein beetje pissig dat hij helemaal naar Egypte was gestuurd. En dit was de makkelijkste staatsgreep ooit. Het leger was een grote fan van hem, want met Napoleon kon je winnen. En het volk was een grote fan van hem, want met Napoleon was je veilig. En die directeur die was heel impopulair, want die had alleen maar een onrustige regeerperiode. En alweer waren alleen de rijke bobo's aan de macht. En dus Napoleon was een fantastische man, vonden heel veel mensen. Nu eindigt de periode van de directoire. En nu is Napoleon aan de macht. De vierde fase. Neem maar even over. Tjoep. Dan moest je dus de video stilzetten. Nu moet je hem terugspoelen. Nou, het eerste wat Napoleon doet, is hij laat zich keizer kronen. Nou, dat is heel gek. Waarom is het heel gek? Denk ze even heel goed na. Nou, we zitten in de Franse Revolutie. En de leider van de Franse Revolutie, die gaat nu zichzelf keizer kronen. Waarom is dat gek? Tjoep. Nou, natuurlijk is dat gek omdat dat hele gedoetje van de Franse Revolutie ging erom dat ze geen koning meer wilden hebben. En een keizer is een soort koning. Dus hij liet zich kronen, maar dat moet normaal gesproken de paus doen. En die zie je hier op dat plaatje zittend. Maar toen de paus die kroon op zijn hoofd wilde doen, pakte hij de kroon af en deed hem zelf op zijn eigen hoofd. Ik ben de machtigste, niet de paus. Ik. En laat maar zien wat voor alleenheerser dat was. Nou, en hij gaat daarna zijn vrouw kronen, zoals je ziet op het plaatje. En daar helemaal achter, dat, ik weet niet hoe goed je dat kan zien, daar zie je zijn moeder zitten. Apentrots. Nou, als je dat schilderij een keer in het echt ziet in Frankrijk, dan moet je die moeder eens bekijken. Dat is de meest trotse persoon die je ooit op een schilderij zult zien. En het is jullie opdracht hierbij, geef ik jullie, om jullie moeder net zo trots te maken op jezelf als de moeder van Napoleon. Maar hij is dus keizer. Nou, dat is dus heel gek. Maar eigenlijk zullen we merken dat hij helemaal niet zo'n gekke keizer is. Want hij is niet zo'n ouderwetse keizer dat hij de adel en de geestelijkheid terug wil. Hij gaat mensen niet onderdrukken, maar hij geeft ze juist allemaal nieuwe vrijheden en nieuwe rechten. Dit is wat hij doet. Kijk eens hoe hij daar, wat een arrogante kwal is dat eigenlijk. Hij was zo'n slechte heerser nog niet. Hij zorgde dat gelijke rechtspraak kwam voor iedereen en een nieuw meetsysteem. Ik ga ze zo meteen nog even uitleggen. En hij ging het Europese continent in één keer helemaal voorover. En het eindigde bij Rusland voorover. Rustig, je hoeft ze niet allemaal op te schrijven, maar dit is wat we nu gaan doen. Dit is waar Napoleon over gaat. En ik zeg wel wanneer je het moet opschrijven. Nu moet je het opschrijven. Het eerste wat Napoleon deed was de Code Napoleon. En dat was een wetboek voor iedereen, waarin iedereen gelijk was. Dus als je bijvoorbeeld je buurman wou aanklagen omdat zijn boom over jouw schutting heen hing en je moet de zaadjes steeds oprapen, dan werd je gelijk berecht. Als je buurman van adel was, dan werd hij niet beter behandeld dan wanneer hij een arme sloeber was. Iedereen is gelijk als het om rechtszaken gaat. En je hebt ook als burger rechten. Bijvoorbeeld als de overheid die wil een straat bouwen door jouw huis heen, dan moeten ze jouw geld betalen bijvoorbeeld om je uit je huis te zetten. En als je bijvoorbeeld als de burgemeester wil jouw dochter trouwen, dan mag die dochter nee zeggen. Nou, dat is wel heel fijn, toch? Dat zijn rechten van burgers. En als het gaat om strafrecht, en dat dus betekent dus als je een crimineel bent, dan word je ook nog goed behandeld. Namelijk, als je wordt aangeklaagd voor bijvoorbeeld diefstal,
dan moet het in het openbaar gebeuren. Iedereen mag bij die rechtszaak zijn. Ook de pers mag er bijvoorbeeld bij zijn, zodat iedereen kan zien dat het rechtvaardig gebeurt. En tenslotte is er ook bewijs nodig. Als je zoiets gestolen zou hebben, dan moeten ze ook aantonen dat je dat hebt gestolen. Dat je bijvoorbeeld bij jou thuis, dat je in de garage die gestolen auto hebt. Of dat iemand heeft gezegd, ja, ik heb hem zien stelen en hij reed hem daar een sloot in expres. Nou, de vraag aan jou, jullie is, hoe is dit bewijs dat Napoleon een voorstander was van de verlichting? Denk eens even goed over na. Ik zet deze wel eventjes in de opdrachten zometeen, want het is een mooie vraag. En dan zet ik die wel in som. En dan wordt het huiswerk. Goed. Dan moet je trouwens bij deze vraag, waarom bewijst de Code Napoleon dat hij een verlichte denker is? Dan moet je dat hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2 misschien nog een keertje overlezen, als je dat wil weten. Nou, dat andere punt wat ik zo net had, is het tweede punt. Je opschrijven is een nieuw meetsysteem. Het heeft met meters te maken. Jullie weten misschien wel een meter. Dat is ongeveer een anderhalve meter, dat kennen jullie misschien nog beter. Dat is een hele duidelijke afstand. En daarvoor moet je weten, had je nog helemaal geen meters. Dan had je bijvoorbeeld, elk dorp, had men hun eigen manier om de afstand te meten. Bijvoorbeeld een duimbreed of een armlengte of een voet. Of een gewicht werd dan gemeten in stenen of in hompen of in appels of zoiets. Nou, dat zijn natuurlijk helemaal geen duidelijke meetsystemen. En hij ging dat voor heel Frankrijk nu één systeem maken. En liet hij de wetenschappers bedenken. En dat was een fantastisch systeem, het metrieke stelsel. Oftewel, het stelsel van meters, centimeters, decimeters, en ook liters, kilo's, enzovoort. En dat is geweldig handig geweest voor de wetenschap. En landen die niet de invloed van Napoleon hadden, zoals Engeland, die gebruiken vaak nog ouderwetse systemen, zoals meten in gewicht in stenen. En in Amerika hebben ze een systeem dat is ontzettend onhandig. Die moeten vaak op de universiteit het metrieke systeem leren. Dat was dat, dus de Code Napoleon, dat metrieke systeem. Dan de Napoleontische oorlogen. Dat zijn oorlogen tegen de vijanden. Hij nam de oorlogvoering over. En wat deed hij? In 1803 begon hij echt het vechten. In 1814 was hij klaar. Nou, dit begon geweldig. Tjoep. Hij versloeg eigenlijk alle landen op het Europese vasteland. Die paarse landen, die zijn verslagen, maar niet veroverd. Die hebben een veldslag gewonnen en die hebben dan geen leger meer. En dan zeggen ze, nou, we geven ons over. We doen wat jij wilt. En de blauwe gebieden werden echt bestuurd door Napoleon zelf. Nou, dat maakte hem gigantisch populair in Frankrijk. Alleen Groot-Brittannië, die woonde op een eiland, die was veilig. Maar goed. Die paarse landen, die zeiden dus, wij zijn veroverd, wij doen wat je zegt. Maar Rusland hield zich daar niet aan. Die ging bepaalde regels die ze hadden afgesproken overtreden. Het waren helemaal niet zulke hele belangrijke regels. Maar Napoleon was nu een hele arrogante man geworden. En hij zei, iedereen moet doen wat ik zeg. En als de Russen dat niet doen, dan ga ik de Russen veroveren. Maar dat kan ik, want ik heb een leger van 1 miljoen man. We hebben die dienstplicht. Iedereen moet het leger in. Ik heb bijna heel Europa. En daar zullen alle jonge mannen in het leger gaan. En dan gaan we Rusland veroveren. En dat deed hij in 1812. Ging hij met 1 miljoen man door naar Moskou. De hoofdstad van Rusland. En daar kwam hij aan. Heel koud. Heel moe. Heel hongerig. Maar in Moskou, wat ze veroveren zouden. Dan zouden ze weer lekker warm en lekker kunnen eten. Maar wat had de keizer of de tsaar, zo heet dat, van Rusland gedaan? Hij had Moskou in de fik gezet. En toen ze daar aankwamen in Moskou, was er geen stad meer. Geen beschutting tegen de kou, geen keukens om eten te bereiden en ook geen eten meer.
Dus nu moest Napoleon en zijn leger haasjerepje weer terug naar het lekkere warme West-Europa lopen. Maar de tsaar had ook de hele route terug naar Europa ook helemaal afgebrand. En daarom moesten ze in de bittere kou, hier zijn ze helemaal, je ziet ook, ik gaat helemaal naar Moskou gelopen, gigantisch eind. En dan zijn ze midden in de winter en dan moeten ze teruglopen. En dat doen ze dan ook. En dan sterft 9.970.000 mensen van de miljoen. Dus ze hebben nog maar 30.000 man over. En ze sterven voornamelijk allemaal van de honger en van de kou. Verschrikkelijk iets natuurlijk. Maar Napoleon, die overleeft het wel. Sterker nog, hij houdt wel van een lekker koud weertje. En hij komt, maar hij wordt helemaal achterna gezeten door de Russen. En je ziet op de terugweg, wordt alles veroverd door de Russen. En ze drijven hem terug naar Frankrijk. En daar pakken ze hem. Russen hebben Napoleon veroverd in 1814. En ze hebben hem gevangen genomen. En in een kooi gaat hij naar zijn gevangeniseiland. Want hij wordt niet in zomaar een gevangenis gestopt, want dan kan hij ontsnappen. Hij moet op een eiland in de gevangenis. Want dan zal hij nooit meer terugkomen, was het idee. En het eiland waar hij naartoe wordt gezet, dat is het eiland Elba. En Elba, dat is een beetje moeilijk te zien, ik zal het even aangeven. Dat is het eiland wat ik aangeef met een pijl, hier zo. Dit is het eiland voor de kust van Italië. Dus dan dachten ze van, nou, dan moet hij eerst ontsnappen uit de gevangenis. Dan moet hij, de bewakers mogen hem niet zien als hij naar de kust gaat. En dan moet hij naar Italië zwemmen en dan door Italië naar Frankrijk lopen. Nou, dat lukt nooit. Hij zal nooit ontsnappen. En ze, die Russen, die denken, ja, nou gaan wij, wat moeten we doen met Frankrijk, waar we nu de baas over zijn? Nou, laat daar maar weer een koning terugkomen. En dan hebben we ook geen gezeik meer met Franse revoluties of dat soort onzin. Oh, wacht even, ik zit met mijn gummie. Dus dan krijgt er een of andere vage edelman uit Frankrijk, die krijgt de titel koning. Nou, bedenk eens, hoe voelen de Fransen zich hierover? En dat is een koning, die heeft helemaal geen enkel verstand van besturen en niemand mag hem enzovoort. Getverdemme. Nou, en dan zou je zeggen, dan is nu de tijd van Napoleon voorbij en nu is de Franse Revolutie ook voorbij. Tadaa, in 1815 is het weer helemaal als eerst. Alle landen zijn in oorlog met Frankrijk en Frankrijk wordt bestuurd door Napoleon. Hij is terug. Hoe kan dat nou? Hoe kon hij uit dat eiland ontsnappen? Nou, hij ontsnapte uit de gevangenis, hij sneakte langs de bewakers. Hij zwom of zo, dat weten we niet, naar Italië. In Italië verspreidde het nieuws dat hij was ontsnapt. Kwamen allemaal Fransen naar Noord-Italië. Gingen hem steunen, ze gingen een legertje vormen. En zodat hij weer naar Frankrijk kon gaan. En bij de Franse grens werd hij opgewacht door de politie of de soldaten van de nieuwe koning. En Napoleon zei een paar dingen tegen die soldaten van de koning. Kom op, willen jullie die vieze vatsige koning, willen jullie die steunen? Of willen jullie mij Napoleon steunen? En dan kunnen we weer Europa veroveren en zijn de Fransen weer de nummer 1 van Europa. En al die soldaten zeiden, ja, natuurlijk gaan we jou steunen. En ze liepen over naar de kant van Napoleon. En Napoleon liep met die soldaten naar Parijs. En in 100 dagen tijd kon hij weer een leger vormen en ging weer Europa veroveren. Nog een keer, gewoon poging 2. En dat deed hij en hij kwam zo ver als je op dit kaartje kunt zien. Hier zo, hij begon natuurlijk eerst om België en Nederland aan te vallen, want die zijn echt klein en zwak. En gelijk daar, bij dat puntje hier zo, het Belgische stadje Waterloo, daar kwam hij de vijand tegen. Het Nederlandse leger, het Britse leger en het Duitse leger, die kwam later die dag ook nog eens opzetten. En die moest hij even verslaan. Nou, en dat was in de slag bij Waterloo dus. En die verloor Napoleon. Simpelweg. Die soldaten hadden niet genoeg tijd om te trainen. En het was eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Nou, hier zie je links de Franse vlag is veroverd. Dat betekent, de Fransen zijn verslagen.
En Napoleon die probeert weg te rennen, maar uiteindelijk pakken ze hem nu ook weer. En dan wordt hij op een eiland wel heel ver weg van Europa gevangen gezet, in the middle of nowhere. En daar zal hij nooit meer ontsnappen. Hij zal daar de rest van zijn dagen besteden met nadenken hoe het vroeger was. Hier zie je dat. Vroeger, toen hij nog een heel groot leger leidde en al die overwinningen boekte. Ja, dat is nu allemaal voorbij. Het zal nooit meer terugkomen. En hij stierf heel snel. En ze zeggen dat hij vergiftigd was. Dat hij zijn Bijbel die hij elke dag las, dat daar de bladzijden met de gif waren ingesmeerd. Dus iedere keer als hij met zijn tong zijn vingers nat maakte om de bladeren om te slaan. Iedere keer als hij zijn vinger dan likte, dan kreeg hij gif binnen. En zo stierf hij daar. Heel nog vrij jong. Zijn laatste woorden waren: "Oh Frankrijk, mijn leger." En Josephine was zijn vrouw die hij gekroond had tot plaatjes net. En hiermee was het afgelopen. De volgende keer gaan we dit bekijken, maar nu niet. Nu is de Franse revolutie in 1815 helemaal afgelopen. Het eindigt een beetje gek met die Napoleon, maar ook op zich wel spannend. Hij was wel een interessante man. Hiermee eindig ik het. De vragen doe ik nog eventjes apart en som. En die mogen jullie dan beantwoorden. En ga je die 25 mei gaan we die bespreken. Dank jullie heel erg voor jullie aandacht. Doetjes.